De zonneboot van Team Sunrise uit Terneuzen is zijn wereldtitel uit 2010 kwijt. De Terneuzense boot eindigde dit weekend als vierde in het algemeen klassement van de Dong Energy Solar Challenge. Het Zeeuwse team, onder leiding van captain Steven van der Eijk, streed in de challenge met een zeven jaar geleden gebouwde boot, die dankzij nieuwe technologieën echter nog steeds competitief was.